Mark van Ranst roept op om tijdens de paasvakantie niet op vakantie of op familiebezoek te gaan naar Turkije. Ook niet via een omweggetje. Met meer dan 40.000 nieuwe besmettingen per dag en een totaal van bijna 3,5 miljoen besmettingen kampt Turkije met recordcijfers. Het land krijgt ook officieel een negatief reisadvies. Maar wie een essentiële reis kan aantonen, zou er toch naartoe kunnen. Wie al vertrokken is, moet bij zijn terugkomst in quarantaine. Tijdens het paasverlof trekken veel Limburgers met een Turkse achtergrond naar Turkije om er familie te bezoeken. Geen goed idee, zegt professor-viroloog Mark van Ranst, die de mensen oproept om thuis te blijven. Dit is niet het moment. Niet het moment bij ons, maar ook niet daar. Op dit moment is men aan een grote golf bezig in Turkije. Die, snel in Turkije, ook dubbel zo erg is als bij ons. Dus oppassen geblazen. Niet-essentiële reizen zijn op dit moment verboden, maar toch zijn er veel mensen die via een omweggetje toch naar het buitenland reizen. En dat is niet de bedoeling, klinkt het bij Van Ranst. Wanneer men naar Turkije reist, naar gelijk welke plaats nu reist, moet men opgeven welke reden men heeft. En dat moet een essentiële reden zijn. Maar als men zegt een familielid is ziek, dan wordt dat vaak aanvaard, uiteraard. En dan kan men weg. En het is natuurlijk heel moeilijk om te controleren of dat nu echt zo is of niet. Dus ik denk dat iedereen daar een beetje zijn verantwoordelijkheidszin moet bewaren. Wie toch naar het buitenland afreist, moet bij terugkomst verplicht in quarantaine en moet 2 PCR-tests laten afnemen.